Maandenlang konden professionele voetbalclubs in Oekraïne niet tegen elkaar spelen. Het was te onveilig door de oorlog in het land. Nu gaat het iets beter en kan de competitie weer beginnen. En daar zijn de spelers, maar natuurlijk ook de fans, hartstikke blij mee. Voor de kinderen van de Oekraïense stad Lviv is dit een feestdag. Hun club, FC Roeg, is er helemaal klaar voor. Morgen spelen ze voor het eerst in 8 maanden weer een voetbalwedstrijd. Vandaag mogen de kinderen alvast komen kijken naar de training. De 12-jarige Grigori hoopt zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen van spelers. Mijn fotograaf is FC Roeg. Mijn grijs, Valerij Fedorchuk. Grigori heeft lang gewacht op dit moment. UPL prezupinili, але всі ми граємо футбол там в себе вдома, ходимо з друзями грати, тому нічого не зупинить футбол. De voetbalwedstrijden beginnen gelukkig weer, maar helemaal normaal is het ook weer niet in Oekraïne. Er mogen nog steeds geen toeschouwers komen kijken in de stadions, want er kunnen nog altijd bommen vallen. En met veel mensen bij elkaar is dat een te groot risico. Nou, het is een beetje zo. Ik wil graag naar match Roeg en andere команд in deze seizoen, maar niet выйде. Het is Grigori nog steeds niet gelukt een handtekening te krijgen van spelers. Maar hij krijgt nog een kans na de officiële presentatie van het team. Приємно, тому що діти – це наше майбутнє, і вони вже, їм цікавий футбол, вони ним живуть. І видно, що діти в захваті від цього, а ми як подаємо примір їм, то вони на нас рівняються. Тому для нас важливо виділити їм ту хвилинку, і вони будуть щасливі. Voor Grigori kan de dag niet meer stuk. Ik ben heel blij. Ik begrijp dat ik nu een autograaf van mijn любимого гравця. Ik wilde het al lang zien met hem en het me leuk.